coaches erbij. Ja. Tijdens een officiële presentatie in Heerenveen werd de nieuwe schaatsploeg van Esmee Visser gepresenteerd. Talentnet is de naam en de ploeg maakt deel uit van een talentontwikkelingstraject onder leiding van Gerard Kemkers. Voor Visser viel er een last van haar schouders toen bekend werd dat ze een nieuwe ploeg had. In de hele schaatswereld zag het er gewoon niet zo goed uit. Dus ik heb altijd wel vertrouwen gehad dat het wel goed zou komen. En ook omdat ik een beetje afleiding aan van mijn studie had, dan heb ik niet te veel tijd kunnen besteden aan het piekeren. Dus dat is wel fijn geweest. Uiteindelijk is het goed gekomen, want vandaag is Talentnet gepresenteerd. Ja. Wat verwacht je ervan? Ik vind het een supermooi initiatief en een supermooi plan. Ik voel mezelf echt nog een talent en ik heb nog heel veel te leren. U hoort het goed. De Olympisch kampioene op de 5000 meter heeft nog veel te leren. Esmee Visser blijft ondanks de gouden plak op de Spelen in Zuid-Korea broodnuchter. Ik ben daar echt nog lang niet qua mijn ontwikkeling. Dus dat is alleen maar mooi, laat zien van dat ik nog wel echt stappen kan maken, denk ik. En wat kan er dan met name beter? Hoe je denk piekt ook. Hoe ik nu ook mentaal met zeg maar het Olympisch kampioen zijn om kan gaan en moet gaan zo'n seizoen. En als je meer dingen gaat winnen, als mensen wat van je gaan verwachten, hoe je daarmee omgaat. Ook hoe ik trainingen moet ingaan en ook rust moet kunnen nemen. Ook Irene Wüst maakt deel uit van Talentnet. Van de ervaren rot kan Esmee Visser nog veel leren. En de atlete uit Beinsdorp is daar dan ook blij mee. Ik kan zoveel van haar ervaringen leren en van haar als persoon. Hoe zij dat allemaal heeft meegemaakt jaren terug. Wat haar valkuilen zijn geweest. Hoe ik mij daar kan tegen kan behoeden. Kijk, nu gaat het fantastisch en gaat alles fantastisch goed, maar geen één carrière ziet eruit als een stijgende lijn alleen maar naar boven. Dus er zullen ook momenten komen dat het wat lastiger is en er zullen ook momenten komen dat je niet meer als onbevangen meisje alles doet wat leuk is. En zullen er ook in één keer kritische noten komen van de pers, maar dat je dan wel vertrouwen moet houden in jezelf en in je eigen kunnen en dat eigenlijk nooit kwijtraken. Ja, ik vind haar gewoon mooi als mens, maar het is niet iemand waar ik tegenop kijk. Je had vroeger geen poster van haar boven je bed hangen? Nee, dat heb ik van niemand gehad, dus dat scheelt.